Een hele goede middag. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga jullie meenemen in een weekvlog. Ik dacht dat is misschien wel leuk voor de afwisseling. Ik heb net mijn make-up gedaan. Ik heb een make-up tutorial gedaan. En die ga ik ook binnenkort online zetten. Die moet ik alleen nog even editen. En dan kan ik hem wel plaatsen. Ik denk dat die vrijdag online komt. Maar jullie zien wel in mijn Instagram wanneer die online komt. Voor de rest moet ik vandaag om 4 uur werken. En ik ga denk ik nog even wat TikToks maken. En dan is het al denk ik tijd om te gaan. Nou jongens, mijn TikToks zijn gelukt. Ik zal hieronder even mijn TikTok zetten. Dan kunnen jullie ze even checken. En nu ga ik mijn eten maken voor het werk. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag. Ik ben vrij vandaag. En ik ga lekker met een vriendinnetje naar Tilburg. En dan gaan we even lekker door de stad lopen. Het is super lekker weer buiten. En ik zal jullie even mijn outfit van vandaag laten zien. Nou ja, je ziet het. Mijn spiegel is nog steeds niet opgehangen. Maar dat gaat van de week dus echt wel gebeuren. Dit shirtje is van de Zara. Deze riem is van de Bershka. Broek is ook van de Bershka. En ik heb mijn Nike Air Force onder. Ik ga nog heel even mijn laatste dingetjes pakken. En dan neem ik jullie gezellig mee naar Tilburg. Jongens, ik ben echt in een mega mooie zonnebank. Nou, ik heb echt nog nooit zo'n grote en mooie zonnebank gezien, jongens. Hij heet Zonnestudio Zondag en dit is een XL, dus hij is extra groot. Ik zal hier beneden ook even een linkje zetten van de website. Dan kun je even kijken. Maar als je in de buurt van Tilburg woont, zou ik daar zeker naartoe gaan. Nou, als eerste heb ik dus oorbelletjes gekocht en elastiekjes. Dan heb ik 2 t-shirtjes eigenlijk voor het werk. Dan heb ik dit superleuke jasje van de Primark. Deze heeft gewoon ja, een rits en 2 van die enorme zakken hier. En heeft ja, op zich wel wat wijdere mouwen dan een normaal jasje. En is legergroen. En deze heb ik in een maat, even kijken. Ja, 2 keer XS, dat is dan 32-34. Bij de Primark vallen al de maten anders. En deze was 17 euro. Eigenlijk wilde ik gewoon XS, 1 maatje groter. Dat is dan 34-36. En dan zou die denk ik net iets mooier zitten, want ik wil hem een beetje oversized hebben. Ja, kijk, en mijn mouw is ook echt maar net. Eigenlijk net iets te kort. Dus ja, maar misschien dat ik nog wel een keer terug ga. Tot zover de shopping day again. Echt erg dit. Hallo allemaal, het is vandaag woensdag en het is al best wel laat, bijna 6:30. En ik ben er terug van het Lido en ik was naar Waalwijk Centrum even geweest. Even daar met een vriendinnetje rondgelopen en gechilled. Volgens mij ben ik echt wel goed verkleurd vandaag. Ook een beetje vals gespeeld door de zonnebank natuurlijk. Ik heb een paar dingetjes bij de Action gekocht en ik zal ze even laten zien. Ik heb dit houten rekje gekocht. Dit is eigenlijk meer voor mijn uitzet. En deze was maar 10 euro, dus echt super leuk. Dan heb ik deze glitter peel-off mask gehaald. En deze facial sheet masks. En dan deze super leuke oorbelletjes. Die bovenste rij had ik al in het goud, maar ik wilde ze graag ook in het zilver. En vandaag hadden ze die weer. Dus die heb ik ook maar even meegenomen. Yes, finally. Mijn spiegel hangt. Eindelijk. Very nice. En ik ga even denk ik zo'n glitter peel of mask proberen. Even kijken of het werkt. Nou, als je dit doosje dus opent, dan heb je 4 van deze pakjes. Ik zie dus dat dit nu 15 tot 20 minuten erop moet. Ik ben heel benieuwd. Oh my god. Kijk jongens. Het ziet echt zo roze. Het is echt glitter glitter gewoon. Ik heb nu een klein beetje... om mijn hand. Hey, so you back him. I'm a savage. Yeah. Classy, bougie, ratchet. Yeah. Nou jongens, masker zit erop. Ziet er echt grappig uit. Maar het is echt overal glitters. En het is roze. Dus ja, ik ga dit even laten intrekken. 15 tot 20 minuutjes ongeveer. En dan ga ik het eraf halen. Alright, let's peel this off. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid.
Nou jongens, het is er weer af. Ik weet niet of het heeft gewerkt of iets dergelijks, maar ik vond het wel grappig om even op te doen. Deze kun je dus gewoon halen bij de Action. Is denk ik iets meer dan een euro of zo. En dan heb je gewoon 4 van die pakjes. Ik ga nu verder met editen met mijn andere video. Die is bijna af. En dan komt die vrijdag online. Dus allemaal kijken naar mijn make-up tutorial. Good morning guys. Het is vandaag vrijdag 11:45. Dus over een kwartier komt mijn vlog online van de daily make-up look. Even checken allemaal. En ik heb gisteren niet gevlogd omdat ik eigenlijk vrij weinig gedaan had. Dus dat was niet heel interessant, dus vandaar dat ik die dag heb overgeslagen. En ja, ik ben nog steeds in mijn badjas. Ik heb net wel gestreken voor mijn moeder. En ja, ik ga denk maar even mijn kamer opruimen, want die is weer een teringbende gewoon. Dus ja, ik ga dat maar even fixen. I know I fucked up. Just a loser, shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about what I should have been. I've been lonely. Ik kwam er dus achter dat ik de schoenenrek nog had. Misschien is dit wel een goede. Die er nog over zijn eruit gehaald. Maar ik ga deze dus wel eerst even schoonmaken, want dit ziet er wel echt nasty uit, zeg. En ik ga het schoonmaken met deze allesreiniger. En deze heeft de geur roze pompelmoes. Ik weet niet wat het is, maar het ruikt echt mega lekker. Power Green Technology met ingrediënten van plantaardige oorsprong. Deze kun je gewoon bij de Albert Heijn halen. En ik had nog een paar andere dingetjes gehad. Deze heb ik gehad voor... samenwerken met Friends on Tour. Ja, dit ruikt echt mega lekker. Dus als je die geur van al die andere allesreinigers en schoonmaakmiddelen niet zo chill vindt, zou ik deze zeker kopen. Wipe, wipe, wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe, 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 wipe it down. Wipe, wipe it down. Wipe, wipe it down. Oké, hij is helemaal schoon. Dus let's add some shoes in 3, 2, 1. Nou, dit zijn de schoenen die ik het meeste aan heb. Niet heel extreem veel. Ik heb sowieso niet heel veel schoenen. Ik heb een heel klein beetje make-up opgedaan, omdat ik toch niet zoveel ga doen vandaag. Maar ik ga denk ik deze vlog afsluiten, want ik ga hem even editen. En dan ga ik naar Dion toe. Dus ik hoop dat je een leuke video vond. Doe een duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. Ik zal hieronder mijn Instagram zetten. Ik zou het leuk vinden als je mij gaat volgen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!